Ik ben gewoon tante. Wauw, wauw. Hey, zo leuk dat jullie kijken, want ik heb echt heel erg leuk nieuws. Ik hoorde vandaag dat mijn zus een baby heeft gekregen. En het is de allereerste baby in ons gezin. Want ik heb twee oudere zussen en een jonger broertje. En mijn oudste zus heeft nu een baby gekregen. En ik ben dus voor het eerst tante. Tante Jeske. Ik ga er zo snel mogelijk naartoe. Dus ik ga nu naar de winkel, want ik kan natuurlijk niet wachten om baby cadeaus te kopen. Ik ga een, ik denk een leuk pakje kopen. Oh, dit gaat zo lief zijn. Dat duren 9 maanden, duren dan zo lang, hè. Want ik zit er natuurlijk, ja, net als zij zelf, 9 maanden op te wachten. Het is trouwens een jongetje en hij heet Thomas. Ik ga nu voor het eerst in mijn leven naar een babywinkel. Een babykledingwinkel. Om te kijken of ik een leuk cadeau kan vinden. Ik moet echt de kleinste maken die er is, want hij is natuurlijk pas 1 dag. Zo lief. Snap je dat ik dus al helemaal zin heb om een zo'n schooltasje te kopen waar dinosaurussen op staan? Kijk even dit. Dat is toch te lief. Ik heb een cadeautje gekocht. Echt een super lief pakje. En nu ga ik op naar mijn zus. Ik ben nu in het ziekenhuis waar allemaal hele, hele kleine en pasgeboren babytjes liggen. Want Thomas, zo heet de baby, is vanochtend heel vroeg pas geboren natuurlijk. Dus vandaag zijn ze nog even in het ziekenhuis. Even kijken. De baby slaapt nog. En mijn zus slaapt ook nog. Maar ik heb natuurlijk wel pas beschermd mijn blauwe meisjes gekregen. Oh. Het is zo lief. Ik ga heel even wachten tot hij wakker is. En dan mag ik hem de fles geven. We gaan hem nu wakker maken. Het is nog zo'n kleine worm. Oh. Ga maar lekker slapen. Slaap lekker, baby. Inmiddels slaapt Thomas weer. Dus ik ben weer terug bij het fluisteren. En ik ga nu terug naar Amsterdam. Doei. Zo, ik ben weer thuis. Ik vond het echt niet normaal bijzonder. En zoals je begrijpt wil ik natuurlijk eigenlijk elke dag op bezoek bij mijn zus en de baby. Maar dat kan niet. Dat weet ik. Maar snap je dat ik het echt een wonder der natuur vind? Hoe cliché dit ook klinkt. Maar dat ik denk, oh, alles zit eraan. Kleine handjes, een klein neusje, kleine voetjes. Echt bijzonder en dat het gezond is. En zo knap. Ongelooflijk. Ik zie jullie aanstaande woensdag weer bij onze nieuwste challenge. Laat zeker even weten wat je van deze video vond in de comments hieronder. Want ik ben natuurlijk een enorm trotse tante. Dus ik hoor graag wat jullie ervan vonden. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Oké, tot woensdag. Doeg!